Lezen vandaag Psalm 91. Het is een psalm van Mozes. Met als eerste woorden die hele bekende woorden. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Dat is ook het thema van de psalm. De hele psalm spreekt over bewaring in gevaren. Bewaring voor de strik van de vogelvanger. Bewaring voor de verderfelijke pest. Bewaring voor de beangstigingen van de nacht, voor het donker. En er staat al, zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Zo'n tekst is een troost, zeker in een tijd als deze, waarin een virus om zich heen grijpt. Tot mogen zien naar God, naar de Allerhoogste, en in zijn schaduw mogen overnachten. Er staat, slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, het onheil dat om zich heen grijpt. Want u, de Heer, bent mijn toevlucht. Die hele psalm spreekt van een enorm vertrouwen in God, de Allerhoogste, die alles in zijn handen heeft, die zijn kinderen bewaart. Nou kun je denken dat we als een soort Hollywoodster, als een Superman of Spiderman door een mijnenveld heen bewegen en niets overkomt ons. En toch leert de Bijbel ons dat dat niet waar is. We lezen ook over helden die vervolgd worden, die vermoord worden, die gedood worden, gemarteld. Dus daar zit een soort spanningsveld in. God heeft alles in zijn hand. God bewaart ons. We mogen onder zijn vleugelen schuilen, toevlucht vinden, toevlucht zoeken. En toch is er soms een einde voor zijn kinderen wat we niet zouden verwachten in het licht van deze psalm als we hem oppervlakkig lezen. Het einde van de psalm gaat ook over benauwdheid. En als je hem ziet in het licht van het Nieuwe Testament, dan zie je de Heer Jezus in Gethsemane, in zijn worsteling daar. Er staat, omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. En in de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Denk aan Gethsemane. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. En ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil toezien. En dat geldt voor alle kinderen van God. Of we bewaard worden in tijden van ziekte of van vervolging, of voor het oog misschien niet bewaard worden. Eén ding is zeker, als we hem aanroepen, zal hij ons verhoren. En in de benauwdheid zal hij bij ons zijn. En hij zal ons eruit helpen en ons verheerlijken op zijn manier en op zijn tijd. En de belofte staat, ik zal het met lengte van dagen verzadigen, met het eeuwige leven, onder die vleugels van de Allerhoogste. Hoe onze weg ook is, door welk dal die gaat, door welke benauwdheid, en ongeacht de manier waarop God ons eruit helpt, dat is een belofte die staat. In de benauwdheid zal ik bij je zijn. En ik zal je eruit helpen en je verheerlijken. En met lengte van dagen verzadigen. Wat een belofte.